Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. In deze video wil ik een nieuwe carrière mode starten. Voor deze carrière mode starten we in de Engelse vierde klasse. Ons doel is om zo snel mogelijk de Premier League te halen. Maar we gaan wel even een team vervangen door een Belgisch team. Dus dit is wat als KV Oostende in de Engelse vierde klasse speelde en na hoeveel seizoenen kunnen ze de Premier League halen. Ik denk de vierde klasse moet geen probleem zijn. Zodra we in de tweede klasse komen, denk dat we toch wel wat problemen zullen krijgen met Oostende, want ja, Oostende is niet zo heel erg goed. Oh ja, vriendschappelijke toernooien. Ja, we kunnen ook gaan voor hier dan spelen ze Oostende nog even tegen de Belgische clubs. De eerste wedstrijd is vriendschappelijk tegen Leuven. We gaan even simuleren. Ah, we spelen gelijk. Ik moet nu ook even kijken welke spelers ik in mijn team heb, want ik ken de spelers van Oostende niet echt. Ja, Capon ken ik wel. Oké, volgende vriendschappelijke wedstrijd zal ik ook simuleren. Ah, we winnen. Kunnen we dan nog wat prijsgeld meenemen van het toernooi. Laatste is tegen Cercelen. Ik zat te twijfelen of ik zou Oostende nemen of zou ik Cercle nemen. Ik heb uiteindelijk gekozen voor Oostende. Ah, we verliezen. We gaan waarschijnlijk niet meer door. Of toch wel, we zullen zien. Ah, we gaan toch door. We hebben niet zo heel erg veel transferbudget. Wat ik eigenlijk zoek is een verdediger. Dus daar ga ik even scout voor huren. Scout netwerk opzetten. Laten we hem even in Engeland, want het is toch een Engelse scout. Gaan we verdedigend ingesteld, want we hebben een verdediger nodig. Ik ben benieuwd met welke spelers hij afkomt. En dan de wedstrijd tegen Wolfsberg. Ah, we winnen. Mooi zo. Oeh, de finale van het vriendschappelijk toernooi is tegen Cercle. Ik hoop dat we dit kunnen winnen. Waarschijnlijk verliezen we dit ook. Ah nee, we winnen. Dus we hebben het hele toernooi gewonnen. We nemen ook wat prijzengeld mee. De eerste wedstrijd in het seizoen is het uit. Ik weet de namen niet van de clubs in de Engelse vierde klasse. Ja, Forest Green Rovers ken ik toevallig wel. Om de andere YouTubers daar al een serie van hebben, van die club. Ik denk dat dit wel goed is voor een eerste aflevering. Ik kan even zien of ik mijn scout al iets gedaan heeft. Hij is 52 algemeen. En zijn waarde, ja, kan hem misschien wel even halen. Dus onze eerste speler die we halen is een jeugdtalent uit Chili. En zijn salaris hij mag 10.000, is misschien nu al te veel. Ik ga gewoon op 1.000 zetten. Daar gaan ze mee akkoord. Maar ik wil bedenken voor kijken naar deze video. En laat even weten in de reacties wie ik misschien moet gaan kopen in de transfermarkt. En ook na hoeveel seizoenen denken jullie dat ik Premier League zal halen. Denk misschien na 5 seizoenen of zo. Maar ja, bedankt voor het kijken naar de video. En dan zie ik weer terug bij een volgende video. Doei doei.